Hallo, mijn naam is Alex en in deze video ga ik uitleggen hoe het stationair toerental van een carburateur met omloopluchtsysteem afgesteld wordt. Een carburateur met omloopluchtsysteem is te herkennen aan de grote stelschroef op het bovendeksel. Nadat de carburateur gelijkmatig aangedraaid is om vervorming te voorkomen, de brandstoftoevoer aangesloten is, de showkabel aangesloten is en de gaslang aangesloten is, kan de motor op bedrijfstemperatuur worden gebracht. De goede bedrijfstemperatuur is 70 à 80 graden olietemperatuur. We beginnen met het afstellen van de stationair aanslagbout. Draai de aanslagbout juist tot aan de aanslag en vervolgens 1/4 slag verder. De luchtomloopschroef regelt de hoeveelheid mengsel naar de motor. Indraaien minder mengsel, uitdraaien meer mengsel. Indraaien geeft een lager toerental. Uitdraaien geeft een hoger toerental. Stel met de stelschroef het toerental op het gewenste niveau. Onder op de carburateurvoet bevindt zich de stationair mengselregelschroef. Indraaien maakt het mengsel armer. Uitdraaien maakt het mengsel rijker. Draai de stelschroef zo dat het hoogst mogelijke toerental wordt bereikt. Corrigeer daarna het toerental met de luchtomloopschroef. En uw carburateur is goed stationair afgesteld.